Welkom terug bij KG Fruit. Nou, we staan nu voor de beregening. Het is heel warm vandaag. En waarom hebben wij voor dit systeem gekozen? We kunnen ten eerste in het voorjaar de bloemetjes beschermen door te beregenen. Ten tweede kunnen we in de zomer het fruit beschermen tegen zonnebrand. En ten derde kunnen we de planten water geven. En een heel goed bijkomend effect is dat de flora en de fauna hiervan geniet. Hoe gaan wij nou zo efficiënt mogelijk met ons water om? Nou, wij hebben drie verschillende bassins. Eentje daarvan is 1 hectare groot, zodat we heel veel water op kunnen slaan. In de winter vullen we deze bassins aan wanneer het veel regent. En in de zomer, wanneer het droog is, zetten we de pomp aan, zodat we druk op ons systeem krijgen.